Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Wij zijn onderweg richting België. We hebben namelijk vernomen dat ze leuke nieuwe dingen hebben, vooral van Funke. De vorige keer dat we in België waren, moest je dus echt via buiten dat vuurwerk halen. En nu kan je dus gelukkig wel weer naar binnen. Dus ik ben benieuwd hoe het daar zal zijn. En ik zeg eerlijk, na al die maanden geen vuurwerk heb ik echt wel weer zin om even te checken hier zo. Als je even naar de weg filmt, dan zie je heel veel asfalt. Zoals jullie zien daarachter, loods. Dan? Bunker. Is die dicht? Nee. Ik wou net zeggen, gek. We zijn er weer, gek. Finally. Kijk, daar zie ik al wat. Zo. Hoeveel gaan we ervan nemen dit jaar dan? Ja? Hoeveel van die blokken? Ja, zoals jullie zien, genoeg cakes. Ze hebben nu ook hele zieke aanbiedingen, maar hier staat nog die Halloween stunt. Want de laatste keer dat wij hier waren was met Halloween, althans binnen in de zaak. En dan was hier het leukie. Eind december, dan kon je hier afhalen naar buiten. Goeie knallers. Oh ja, die 7 shots cake waren ook goed, jongen. Ik hoop echt dat oud en nieuw dit jaar doorgaat, jongens. Ja. Hebben we een vuurwerk gehaald? Ja, jongens, we hebben een tassie gehaald. Zo eventjes naar locatie. Om even wat af te testen. Daaronder deze heerlijke knallers. De zee naar het bison. Het zijn de hardste. Zeggen ze. Dus dat gaan we even testen zometeen. Hebben we al vaak gehad, hè? Toch, Jordi? Ja, dat wel. De bison. Ik vind die zon alleen een beetje kloten. Ja, die zon. Toch? Ik weet die ook weer, daar. We zijn op locatie. Ik ga jullie precies even laten zien wat we hebben. Hier, pak je bison. Het seizoen is net begonnen, dus we dachten van even klein beginnen. Hier pak je, hoe heet deze ook weer? Oh ja, green. Ja, met geel. En dan knal. En dan deze hebben we ook nog nooit gehad, van Funke. Cracker Fountain, dat zijn hele grote, hè? Geen idee. Even openmaken. Kijk. Zo dan. Ja, man. Kijk al, single shots. Is geen kat 1. Maar schijnen hele zieke fonteinen te zijn. Die gaan we ook even afsteken. Hier zo de Dacier Call C. Die is in de aanbieding ook. Dus we dachten, hey, die moeten we even halen. Was dit wel kat 1? Nee, ook niet. Kijk, dit zijn ze. Een soort van happiness of zo. Ja, maar wel wat heftiger, denk ik hoor. Althans. Laten we hopen. En wat we ook nog hebben. Oh ja, we hadden er nog eentje, want het is een aanbieding. Actie. En we hebben natuurlijk een soort loofthouders. We hadden altijd die andere. We hebben nu zo'n pakket gehaald. Maar ik denk. Maak het open. Ik denk dat ik deze ga bewaren, man. Ja, man. Zo zijn ze dan. Die hebben wij nog niet eerder gehad. Ik weet wel dat deze er ook zijn, maar. We hebben ze alleen een andere verpakking gehad. Ja, klopt. Die dus kleine doosjes. Ik denk dat ik deze ga bewaren, man. Om te beginnen, even met de Geyser. C. Het is rood, hè? Ja, man. Deze is de rode. Rot. Staat ook echt. Heb jij deze al gehad? Nee. Dat is ook nieuw voor mij. Zo. Ben benieuwd. Ik ook. Zo. Een zieke kleur, hè? Ja. Lijkt een beetje op die. Zo! Oh, zo! Ja, die verwachtte je niet, hè? Nee, ik zat ook lekker op de grond zo. Hey, dit is wel hard, man. Dit is vet voorbij schemer, man. Ik zeg je eerlijk. Gaan we binnenkort wel doen. Dus om die knetters zijn ze dus geen kat 1. Ja. Het lijkt een beetje op die van de Aldi. Ja. Ja, Knetter Kings. Komen ze weer. Als het goed is, moeten ze de lucht. Zo. Ja, ik dacht het al, ze moeten de lucht ingaan. Dat is wel vet. Volgende, de groene. Hoppa. Wel een leuk spul, ja.
wel warm hier, hè? Nee, gaat hier. Ja, zijn we leuk. Nu met deze doorgaan? Gekke container, ja, ga je gang. Zo'n cracker fontaine. 80 gram. Funken, categorie 2. Ah joh. Toch best heavy voor een fonteintje in dit formaat. Ja man. Hoppa. Zo, die zijn wel vet. What the fuck, joh. Alleen jammer dat geen kat 1 is, hè. Die zijn echt leuk. Ik had veel verwacht, maar niet zoveel. 3 tegelijk? Ja, doe maar. Hier, even kijken, lontjes tegen elkaar aan of zo. Hoppa, doe maar. Ja. Ga maar aan, meneer. Zo. Wat doe jij dan? Ja, alle 3. Oh. Nou, dan gaan we even de Zena Bison doen. Oh, er zijn 2 van die pakjes, dat weet ik nog, ja. Die gaan we even doen. En deze ook even doen. Yes. Lachen. Zo. Waarom lopen ze dit verder, man? Zo, tegen mijn poot. Ik krijg klei tegen mijn poot aan, Rick. Tegelijk. Is oké. Is oké. Die is wel dichtbij. Zo. Wat zijn deze dan? Ja, die gillers. Gella. Succesie. Dat lont schiet wel weg, hè? Ja, lachen. Zo. Zet zo. 3 knallers? Ah. Mogen wat doffer, net zoals die bisons, denk ik. Die fluit was dan harder. Hoppa. Zit hij nou? Maar daar. Nou, daar hebben ze weer. De oude vertrouwde. Gewoon allemaal aan elkaar zetten. Dat is ook lachen misschien. Hoppa. Met dat plasma. Deze hier. Welke kleur is dit? Nou, blauw. Die zijn wel echt goed, man. Jammer dat het geen kat 1 is. Kijk of ze weer omhoog schieten. Ja, wel een leuk speel, hè? Lijkt een beetje op die Knetter King. Alleen dan wel veel beter. Ja, deze zijn 10 keer beter, bro. Nog eentje. Nog eentje. Zo. Zit er best bij mijn rek. Zo. Zo. Gaan ze groen en rood. En daar komen ze. Wel die zieke die rookpluim. Ja jongens, dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. We zijn dus weer voor de eerste keer naar Baarle geweest sinds lange tijd. China heeft heel veel problemen qua leveringen en ze produceren niks. Waardoor er dus geen nieuwe producten echt zijn in België. En ze hebben natuurlijk ook een probleem met het transport. Komt allemaal door corona, maar goed.
Daardoor heb je geen nieuwe producten, alleen die Funke producten die wij nu hebben gedaan, die hadden wij nog nooit gehad. Dus we dachten, weet je wat, die halen we even. En deze jonge kerel, die bewaren we even voor andere video's. Moeten we nog maar even zien. Ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet niet die like achter te laten, jongens. Nog steeds voor het algoritme. En ik zie jullie weer bij de volgende video.